Mijn lijfste feesten. Hoe Gossip Girl wil je het hebben? Het is hem, de look. Ik ben een soort jaren minion. Ja. Gewoon een hele simpele glowy look. Goedemorgen, het is dinsdag en ik maak me klaar voor een dag bij Linda Meijden. Hebben jullie trouwens al de nieuwe Linda Meijden gezien? Met mij op de cover. En Lauren, Jaro, Bibi, Gwen. Het is een Amerika special en het gaat over van alles wat met het onderwerp te maken heeft. Van mensen die Disney-obsessed zijn tot jongens die in Amerika hebben gebasketbald. Tot mijn fascinatie met Amerika en hoe anders mensen daar zijn in goede en slechte manier. Een geweldige shoot. De New York tips van Claire, Klaartje Roos. Ja, echt van alles. Een beauty shoot met Jessie Maya zit erin. Een hele toffe, steamy serie van Jamie Trinité. Echt van alles. Het is echt een heel, heel lekker zomers nummer. Echt, het knalt er gewoon vanaf. Echt zin om hierbij heen te gaan ook. We zijn nu bezig met het zomerboek waar iemand heel leuks op de cover staat. En er moeten wat knopen doorgehakt worden. En ik ga vandaag Karin Swering voor het eerst als hoofdredacteur van Linda zien. Zij wordt mijn directe aanspreekpunt, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Onze eerste sit-down en naar haar ideeën en ik heb er heel veel zin in. Ik ga me even snel haasten en ik heb een jumpsuit aan van Sandro en moet nog even mijn schoenen aandoen en dan ben ik good to go. Wat zit er zoal in? Ja, het is echt een heel, heel vol leuk nummer. Basketballers, Yara Shahidi, de dochter van Linda die vertelt over haar jeugd en haar vriendinnetje die gevlucht is vanuit Syrië en toen pech kreeg met de boot en haar leven heeft gered en dat van een heleboel anderen. Sonja, love her, gelddagboek, jonge meiden die huidkanker kregen. Het is echt een soort dubbel dik nummer of zo. Er zit zoveel in, zoveel shoots, zoveel verhalen, echt. Hij is echt heel, heel lekker om te lezen. Dus als je naar het strand gaat, naar het park, op vakantie, whatever, neem hem zeker even mee. You won't regret it. Hallo daar. Ik zit met Lena in de Arket, waar wij een hele lekkere lunch altijd halen. We zijn campagnes aan het doornemen. We hebben een leuke afspraak bij H&M gehad. Ik heb mijn favoriete H&M lezer weer aan. En we zijn nog steeds bezig met een leuk project. Het heeft niks met nagels trouwens te maken, maar hoe leuk zijn deze nagels nog steeds, oh my god. Daarover hopelijk snel meer. Hoe lang zou dit allemaal nog duren? Ja, in een best case scenario. Case maar. Maandje 4? Zoiets. Echt goed neerzetten. Ik ben excited, want Kim komt naar mij toe en we gaan naar het Magnumfeest. Een van de lijpste feesten die in een jaar wordt gegeven. Vetter dan oud en nieuw. Iedereen verkleed, een heel hotel afgehuurd, 5-ster hotel. Dit keer is het Waldorf. Het wordt gewoon luxer en luxer en luxer. Het thema is wit, dus ik heb alvast even mijn pimpcoat aan. Ik heb me niet heel goed voorbereid op deze dresscode. Ik vond het best lastig. En ik ga ook met Magnum een hele vette reis maken binnenkort. En daar ga ik echt mega uitpakken qua looks. Dus ik dacht, voor deze doe ik gewoon even iets wat goed voelt. Maar ga ik me niet weken preppen. Nu heb ik daar spijt van. Maar ja, zo gaan die dingen soms. Daar is Kim. Komen nu aan en Kim heeft de Ajax shirt nog aan. Als good luck charm. Oké, we gaan erbij. Let's go, Ajax! Oh, Magnum. Holy shit! Deze meiden gaan meteen aan de kant, maar jullie zien er ook geweldig uit. We lopen hier gewoon een hele ijsvoorraad Midnight Snack Stash tegemoet. Ik zei al tegen Kim, als er gewoon heel veel ijs en chocola is, ben ik gewoon vol. Zij heeft dit meteen het goede leven al tot zich genomen. Oh my god, zullen we er al in meenemen? Dan kunnen we ons wat veel even. Het is vegan, hè? Dat is voor jou ook top. Niet Jeff Eden, met me wel weer thuis. We zijn dus heel lekker. Oké. Nou, daar gaan we hoor. Wauw. Werken jullie in het Waldorf of is dit een hostingavond? Nee, wij werken in het Waldorf. Oh, wat leuk! Die vanavond is, die werkt hier in het Waldorf. Oh, te gek. Eén van de afdelingen, waar dan ook. Oh, wauw. Ja, we zijn allemaal met ons eigen team. Dat is wel goed, hè? Mensen die de ins en outs kennen. Ja.
Iedereen is hier vanavond. Oh, we worden zo goed verzorgd. 3 escorts. En jullie hebben onze signature sheet in vanavond. Ja. Dat meen je niet! Ja. Wij zijn echt geluksvogels. Ja. Waarom? Omdat jullie ons leuk vinden. Natuurlijk. Hey, dit is geweldig. Wel groter dan onze appartementen in, kom basically. Erin. Kom erin. Dit, oh my god. Ja, ik voel me meteen thuis hier. Hey. Hey! Hallo! Jongens! Wat is dit? Oh mijn god. Oh, het loopt helemaal door hier. Ik ben echt sprakeloos. OMG. Oh, ja hoor. Geweldig. Hoe Gossip Girl wil je het hebben? Echt niet normaal dit. Dit is echt prachtig. Ja, jullie zien dit natuurlijk elke dag. Maar, oh, een klein kantoortje. Ja, oh, top. Ja, leg je pasje erbij. Oh, jullie zijn de liefste. Als jullie niet willen blijven, is prima hoor. Ja, kom lekker bij ons logeren. God, hier heeft Leonardo DiCaprio ooit geslapen, hoor ik van Lena. En er lopen nu hot chicks mijn kamer binnen. Wat Leo ook zou kunnen waarderen. Een pot meeting. Hallo, maar wat groot is het van jouw jaar? Ben je daar 3? Ja, dankjewel. De manager in jou. Heel leuk. Zo goed zien deze mensen eruit, hé. Ik moet me natuurlijk als enige nog klaarmaken omdat ik altijd te laat ben. Al mijn vriendinnen zien er geweldig uit. Dus ik ga me haasten. Is dit een president of is dit een president? Ben jij mijn first lady? Zeker. President's wife. Hoe lekker is deze top van Sap? Dit is gewoon jaren 90 kaas. Ik ben obsessed. My love don't cost a thing. Oh, ship price. Nee, mijn outfit doesn't cost a thing. Dat ook niet. En hoe lekker zijn die gouden ogen, wacht. Heerlijk. Hey meiden! And we're alive and kicking. Sort of. In ieder geval alive. Het is een geweldige dag en we gaan nu zo bij. Een paar kleine gerechtjes op tafel. Een pastry voor de table. Oh, ja. Ja, was ooit een jaar in Londen gesteld van Mika. Net alles. Ja, we hadden ei, avocado en toen zei ik, en some pastries for the table, maar ik was de table. Hey lieverd, ik ben met Nicole. Wat? Ja, ik had het echt niet verwacht. We zijn met event styling voor de schoenencollectie drop. Oh, wat een heerlijk pakje. Ik heb ook je UX onder gedaan, dat is wel minder sexy. Vinden wel wat. Zit een lekker, soort, je bent een soort jaren-minion. Ja! Barabarki! ook wat dat je denkt, werk ik in de glossierwinkel? Ja. Nou, werkt hij in mijn glossierwinkel? Styling dus, we hadden een oranje jurk die in het moodboardje ook zat van de vorige vlog. En het was echt een deceptie, het was echt een goedkoop soort van BK-jurkje. Het was echt een deceptie, want het was het duurste wat we hadden besteld. Nu hebben we deze jurk van Rixo. Die zo mooi zit en waar we voor gaan. En het haakje op de collectie is heel leuk. Ja, vind ik ook. En dat je laat zien hoe je die best wel crazy kleuren toch kunt combineren. Ja. Dat je er, dat er nog wel uitgesproken blijft, maar niet te schreeuwig. Ja, helemaal blij mee. Stel, nu gaan we nog wat andere dingen doorpassen. Tje. Oh, gaat ze weer. Leuk, dat wasrek is leuk, Nicole. Is dat ook een nieuw interieurding? Jackie Koekhuis. Deze dus niet. Het is echt heel mooi hoe deze jurken zitten. Ja. Chaos has erupted. Shit is hitting the fan. De fan, jongen. Hij heeft nu eens huisdieren. Hou je mond. Ik had het zo op mijn kop hoe slecht ik voor mijn kleren zorg. Wat ook echt zo is. Kijk deze lege ruimte. Ik vind het zo lekker. Uitruimen, uitruimen, uitruimen. Het gaat echt goed. Die vind ik wel heel mooi. Ja, is wel mooi. Ja. Deze truitje. Ik vind truien dus een heel moeilijk gebied. Is ook, want het is best wel belangrijk hoe ze zitten. Of je er mooi in voelt of niet. En je hebt ze heel vaak aan om te chillen. En op een gegeven moment heb je dan gewoon het gevoel van, oh, chill trui. Oh, zullen we straks... Ik wou zeggen, zullen we straks naar IJsselmuis?
Wat is dat? Ice fries, waar we dat vorige keer dat ijsje hebben gehad. Oh ja, kipcorns. Dit wordt allemaal op de grond gegooid, want dan ben je tenminste echt eerlijk. Ja, en kijk wat er met het blijft er niks meer achter. Ja. Oh, wat is dat? Een mini stapeltje. Hoe dit? Hoe dit? Een sokken van onderbroek. Een sok, gelukkig. Oké. Na een tocht die ongeveer een jaar of drie duurde, maar in werkelijkheid een half uur, ben ik in Noord. Samen met mijn vriendinnen Jess en Cole. We gaan eten bij... Hey! Bij de Goudfazant. Een best wel een beetje chic en heel, heel leuk en mooi en lekker restaurant. Waar ik één keer eerder ben geweest met Lena's verjaardag. Er was van alles vol bij mij in de buurt. Dus dacht, we gaan lekker hierheen, jongen. Hey, Piers! Het zit in een oude loods. Ik heb ook zoveel trek. Hallo! Oh ja, het hebben we allemaal aan. Jullie zijn echt een duo wel. Ik zit er moe uit. Hey, welkom bij een nieuwe vlog. Dit is Yara. Hey schatjes. Echt lekker, hè? Twee Ariels. Ik ben in de Bijenkorf, waar ook Nicole nu is en Lena en Mimi. En die is ons allemaal aan het illustreren. Hallo. Zwaar obsessed met deze. Volgens mij. Ja, ook heel leuk. Kijk, dit is Nicole in 3D in de flash. Met een nieuwe tas. Met een nieuwe tas. En dit is Nicole op papier. Sorry hoor, maar het is toch geweldig. Hallo. Real life Lena. En Lena. Morgen. Hey. Dit is mijn look voor de dag. Ik ben even bij mijn broer Milan de autosleutel ophalen, want Jordi en ik gaan op babybezoek. Lekker koelen met dikke baby's. Deze vrienden van ons wonen dus in de buurt van Egmond en er is gewoon niks om je heen. Alleen maar groen. En ze hebben dus nog een baby gekregen. En babykatjes. Het is een en al cuteness overload. Hallo! Ik begin nu pas in de middag omdat vandaag echt te hectisch was om praktisch te ademen. Ik ben heel vroeg begonnen met nog wat Linda teksten afmaken. We gaan het zomerboek al bijna naar de drukker sturen. Met echt een hele leuke covergirl erop. En een heel vet interview. I love it. Heel persoonlijk. Het is een heel zomers nummer. Ik heb er zoveel zin in. Het wordt echt heel lekker. Het heeft heel veel met liefde te maken. Dus er zitten jongens in met liefdesverdriet. Meiden die brieven schrijven naar Amerikaanse gevangenen. Een horoscoop met je edelsteen en je favoriete dag van de week. En dat soort dingen. Het is echt amazing. Nu ga ik me klaarmaken voor de schoenenlancering van de collectie die ik met Fred de Labretonnière maakte. Met lakschoenen en dierenprint. Eigenlijk gebaseerd op wat ik vorig jaar al heb gedaan. Toen hadden we ook een sadaaltje met een A-lijnhak. En eigenlijk dat exacte model was het uitgangspunt. Daar hebben we de blauwe schoen op gebaseerd dit keer. Maar dan met drie bandjes aan de voorkant. En we hebben gekozen voor vier kleuren lak. Omdat lak iets is wat ik op dit moment heel actueel vind. Maar ook het past bij bijna iedereen en bij bijna elke look. Je kunt het bij een jeans en een t-shirt dragen, een lak sandaaltje. Maar ook bij een party look. En het is net even wat meer uitgesproken dan leer. En er zit dus zebraprint in, omdat we vorig jaar de luipaard hadden. En ik dacht, ja, zebra is wel echt van nu. En vind ik vaak nog net iets meer fashion of iets eleganter. Dus ik heb speciaal deze jurk gekocht van Rixo. Die echt heel lekker zit en mooi afkleedt door de kleine knoopjes die hier anders zitten. Een nieuw kettingje van een heel leuk merk Walt. Armbandje van Roxane Assouline. En een andere die ik voor echt te veel geld op Net-a-Porter heb gekocht. Maar ik wilde graag even investeren in een paar mooie sieraden. Dat is het eigenlijk. Ik ga heel snel mijn make-up look afmaken. Ik heb gewoon een hele simpele glowy look met koperen oogkleurtjes. Wat goud, wat rood. That kind of stuff. Ik doe nog even wat blush op en wat lippenbalsem en dan ben ik good to go. Wat? Ik hoop echt dat mensen het mooi vinden. Ik zag het eerste artikel al op l.nl staan, dus dat is goed nieuws. Ik wil even fixen. Oh my god. Ik kom nu aan en we doen het dus in de bloemen.
winkel Pompon. Wat echt de mooiste bloemenboutique van Amsterdam is. Waar ik vaak bloemen bestel als ik iets te vieren heb met iemand die ik lief vind. En die ik iets moois wil sturen. En we hebben in één ruimte de presentatie gewoon tussen de wilde bloemen. En ook een boeketje gemaakt voor mensen in de tinten van de collectie. En dan hier hebben we een mini etentje met een paar van mijn beste vriendinnen. Work in progress. Hey Nathalie! Oh mooi, hè? Natuurlijk weer aan het eten, jij. Heerlijk.